Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van het Cultuurkanaal. Het medium waarin dat we heel wat leuke gasten uitnodigen op onze witte sofa's om het hier te hebben over het reilen en zeilen in showbizland. En mijn eerste gast voor vandaag is er komen bijzitten en dat is Chris van Nauw. Hallo. Ja, dag Chris, alles goed? Alles goed, alles in orde. Ja, zeg, je hebt een ongelooflijk curriculum, je hebt al ongelooflijk veel dingen gedaan, achter de schermen vooral. Je hebt met heel veel artiesten samengewerkt, ook studiowerk gedaan, als muzikant, beroepsmuzikant. Ja, ik ben dan altijd heel geïntrigeerd over hoe zoiets ontstaat. Laat ons zeggen dat we terug moeten keren naar de jaren 70, waar ik 9 jaar was. Trip down memory lane. Ja, in 79 was ik 9 jaar. En bij de eerste tonen van Avro Stopop kreeg ik het gevoel van, ja, er staat iets te gebeuren. Dat maakte meteen iets los. Ja. En dan de groepen dat ik zag, dat was zo van, wauw, wat is dat? Zo bijvoorbeeld, ik herinner mij nog dat Van Halen opkwam met Running with the Devil. Dat was voor mij van, wauw, wat is dit? Ik wil dat ook doen. En toen was er Kiss met I Was Made for Loving You. En dan had ik zoiets van, ja, dit is het. Dit wil ik doen. Het gevoel dat je toen had, dat is alleen maar sterker geworden. Dat is sterker geworden, ja. Heb je ergens een beslissing gemaakt om te gaan studeren? Conservatorium, artistieke opleiding of niet noodzakelijk? Ja, toch wel. Maar ik ben een beetje, ik ben een beetje van een oude stempel, wou ik zeggen. Want mijn ouders zeiden ook van, je moet eerst een diploma halen, jongen. Om een echte job te doen. Voor een echte job. En dan pas mogen jij doen wat je wilt en dan zullen we u steunen daarin. Ja. Zo gezegd, zo gedaan? Zo gezegd, zo gedaan, ja. Okay. Maar ondertussen heb ik wel notenleren gevolgd in de avondschool. Heb ik ook nog privélessen genomen voor gitaar. Ja. En dan na mijn opleiding ben ik naar de jazzstudio gegaan in Antwerpen. Dat was eind jaren 80, 89 ongeveer. En vandaar is eigenlijk het balletje serieus beginnen rollen. Ja, want ondertussen ben jij werkzaam als freelance beroepsmuzikant. Ja. Ja, noem eens een aantal namen op waar jij onder andere mee samengewerkt hebt. Want dat zijn nogal kleppers die ik gezien heb op je tv. Of nog samenwerken. Ja, of nog samenwerken, inderdaad. Paul Michiels, dat doe ik al sinds 98. Een Soul Sister, dat doe ik al 12 jaar ondertussen. De live band. Als ze met groot orkest uitdrukken, dan ben ik erbij. Ik doe Boogie Boy, Gunter Nees, China Lisa. En daarbuiten heb ik ook nog mijn eigen projecten. Floyd Mathers, dat is een Pink Floyd project. Een tribute. Tribute, ik wou net zeggen. Ja, tribute band. Mijn liefste genre is eigenlijk classic rock en zo. En dat bevindt zich altijd. Is een beetje crossover van klassieke elementen en rockmuziek? Of hoe moet ik dat zien? Nee, classic rock is eigenlijk gewoon rockmuziek voor oudere mensen. Het is al sinds een heel mooie term. Heb ik er iets bijgelegd? Ja, classic rock. De jaren 70, 80. Ja, oké. Jaren 60 zelfs ook classic rock. Oké. Dat is classic rock. Dus ja, voilà, dat is classic rock. Weer iets bijgeleerd. Ik wou net zeggen, soms kan het wel. Hè. Zo zijn een aantal bands die wel zaken... De proms. Bijvoorbeeld, of die crossover doen. Maar dus in dit geval gaat het over iets anders. Evengoed. Dat gaat dan over jouw uitvoerend werk op het podium. Jij doet natuurlijk ook heel veel werk in de studio. Want jij speelt heel vaak gitaar in of instrumenten in. Ja, heel veel is dat niet, maar het gebeurt. Het gebeurt. Zo'n aantal artiesten waar jij... Ja, Natalia heb ik toch al voor opgenomen. Niet meteen de minste. Wim Soutar, zo. Ja. Paul Michiels vroeger. En zo tel je eigenlijk alles op. En dan dat is het freelance bestaan van een professionele muzikant. Mijn Word document wordt alsmaar langer en langer als ik alles opsom. Dus het is wel leuk om terug op neer te kijken. Ik wou net zeggen, toen ik jouw curriculum zag, jouw cv, het is zeer impressive en indrukwekkend. En je hebt heel veel gedaan, een beetje in de achtergrond, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment dacht jij, nu wil ik toch wel ook een aantal zaken in de frontlinie gaan doen. En zo is Little Chris ontstaan. Ja. Ik vind het woordje little best wel grappig, want als ik jou, ik zeg het nogmaals, als ik jouw referenties zie of lees, dan denk ik, echt little is dat niet. Maar er zit waarschijnlijk een fantastische anekdote achter. Ja, vroeger speelde ik, in de jaren 90 speelde ik heel veel in bluesbands. En wij hadden allemaal een voorzetsel, zoals Big Dave, Dynamite Steve, Honking Hank. Ik
ik zocht er ook eentje en hetgeen dat het beste bij mij paste was Little Chris, omdat ik toen zo'n tenger manneke was zo. Oké. Okay. Bijna omverwaaide zo. Dus, en dat bekte goed en ik heb dat gebruikt. Ja, vandaar dus Little Chris. Ja, het doet mij persoonlijk denken aan een Little Richard, die ooit een rock'n'roll liedje uitbracht. Die noemde zichzelf ook Little. Ja, daar komt dat een beetje van. Voilà. Dus, origineel is het niet, ik geef het toe. Wow, ik vind het wel leuk. Het bekte goed. Het bekt goed, het heeft wel iets. Vind het verwijst alleszins niet naar jouw uitgebreid cv. Dat is absoluut niet. Nee, dat staat er een beetje los van. Maar ik heb ook gedacht van, zal ik die naam nu niet gewoon laten vallen? Want ik was dan van plan om solo te gaan optreden. Zo'n 12 jaar geleden. En dan dacht ik zo, goh, misschien toch maar niet. Want ik heb daar een leuke anekdote over. Ik moest ooit eens vervangen bij Mama's Jasje. En Peter van Laat, de zanger, wel bekend natuurlijk. Die vroeg aan Gunther, die toen nog bij was, ja, maar wie komt er nu eigenlijk vervangen? Chris van Nouw komt vervangen op gitaar. Huh? Chris van Nouw, ik ken niet. Ja, ze noemde je ook Lille Chris. Ah, Lille Chris. En toen ging er meteen goed een belletje rinkelen. Ja. En toen had ik zoiets van, weet je wat, ik kon dat gewoon behouden. Ja. Ja, iedereen kent mij ondertussen zo. Gunther Nees, Paul Michiels, die kondigen mij altijd aan als Lille Chris op podium. Bij Udo ook destijds, als ze erbij speelden. Gewoon een echte bijnaam, een geuzennaam die toch wel die iedereen kende eigenlijk. Ja, en iedereen kent mij daar ook onder. Dus, Ja, goed, Little Chris, dat werd dan eigenlijk ook de projectnaam van jouw solo dingen, of de dingen die je in de frontlinie ging doen. Wat voor genre doe je dan als je bijvoorbeeld alleen of solo op het podium staat? Classic rock. Classic rock, ja. Ondertussen weet ik wat dat is. Ja, dat is vooral jaren 80 muziek. Okay. Beetje 60. Zeer klein beetje jaren 90 muziek. Okay. Maar vooral jaren 80 muziek. Ja, ja. Pop en rock van destijds. I love the 80s. Ik vind dat er fantastisch goede muziek gemaakt is in de jaren 80. Ik ben op dat vlak veel te laat geboren. Ja. Maar ik stel voor dat jij een beetje die 80s vibes tevoorschijn gaat halen. Want je hebt een cover voor ons meegebracht. Je mag voor een eerste keer naar ons podium. Oké, dat gaan we doen. When the lady smiles, you know it drives me wild. Her lips are warm and resourceful. When her fingertips go drawing circles in the night, and the mood is soft and sensual, yeah, then I love it, yeah, I love it. It's the answer to all my dreams, and every time we meet, the earth is shaking. It doesn't matter, glass is falling, I hear it shatter. Maybe it's raining, faster and faster, shadow dancing together, worldwide. I'm betting on the game of love, whoa, 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 high. I'm betting that love has gone to mouth, when the walls no longer shout back at me, and I'm feeling proud. At all, 'cause we're walking on clouds and she's leading the way. My friends tell me she's the beast inside of your paradise. Guess you've heard it all before. A fallen angel that has got you hypnotized, and always need some more, yeah. Then I love it, yeah, I love it. She done nothing to mislead me, and every time we meet, the earth is shaking. It doesn't matter, that is falling.
hear it shatter. Maybe it's raining faster and faster. Shadow dancing together, worldwide. Betting on the game of love. I'm betting that love is gonna come out. But the walls no longer shout back at me, and I'm feeling proud when the lady smiles. She holds me in her hand. As a matter of fact, she could always let me. Back to the 80s, Golden Earring. Ja, dat is natuurlijk echt ja, muziek van toen en een echte klassieker uiteraard. Hè? Ja. Dus, ja, wat vind jij als je nu zelf iets moet opsommen of benadrukken van jaren 80 muziek? Wat is er zo anders of wat is er zo goed aan die tijdsepokken, muzikaal gezien dan? Die joie de vivre dat daarin zat. Dat was vrolijke muziek. Iedereen was gelukkig. Misschien niet altijd, maar... Maar in het algemeen was dat vrolijke muziek. Je werd er happy van en je werd erin meegesleurd. Ja. En dat mis ik in de jaren 90. Oké. Okay. In de jaren 90 waren al die artiesten zo ongelukkig en depressief. En dan denk ik, maar ga me toch. Allee, moet jij iets zingen? Vraag ik mij dan zo. Ja. Ja, zo de grote de rocksterren van wat later, die allemaal ja, mentale problemen kregen of die toch wel heel diep... Pearl Jam, Nirvana, noem ze maar op. Ja. Allee, hoeveel zelfmoorden van artiesten zijn er niet geweest in de jaren 90? Erg, ik denk, waarom? Ja. In de jaren 80 was dat niet, toch niet dat ik weet, althans, daar was ik alvast niet mee bezig. Ja. Maar dat vond ik van de jaren 80 wel. Dat was altijd dus goed gezien en leuk. Zou ik daaruit kunnen afleiden dat je eigenlijk bedoelt dat het een stuk rauwer geworden is dan? Echt rauwer en donkerder? Ja, klopt. Ja. Tot op de dag van vandaag zelfs. Ja, want ik wou net zeggen, dat is eigenlijk niet meer helemaal weg. Dat is nooit echt helemaal terug weggegaan eigenlijk. Hè? Dus die rauwheid. Nee. Zeker niet van dat genre. Nee. En het wordt extremer ook natuurlijk. Ja. Je hoort dat in de producties, in de muziek. Ja. Ik ben ook een metal fan. Maar die metal van nu, dat bekoort mij niet. Nee. Ik versta die zang niet. Nee, oké. Okay. ik heb daar niks aan. Liever de classic rock. Ja, liever de classic rock en de hard rock van de jaren 80. Dat vind ik geweldig. Okay. Ja, en je eigen stempel drukken natuurlijk met eigen repertoire. Ja. Want je hebt sinds kort eigen werk uitgebracht. Ja. Ik las ook dat jouw 50ste verjaardag daar voor iets te zetten. Die kap ben ik ondertussen al... Ik wou net zeggen. Dus, één jaar gepasseerd. Een halve eeuw. Dat klinkt wel mooi ook wel. En het heeft zeker... What's in a name. What's in a name, voilà. Voilà. En je hebt dat gevierd met de beslissing toch vooral wel om je eigen ding te gaan doen. Ja, echt wel. Tijdens de lockdown heb ik verschillende filmpjes gemaakt ook. Gewoon zang, gitaar, ten voordele van de zorgsector ook, onder andere. En toen begon toch meer te sluimeren van, misschien toch iets zelf uitbrengen of zo. En toen kon ik in de Duya Room een nummertje gaan brengen, dus een studiootje waar singer-songwriters komen en een liedje opnemen. En hij post het dan op YouTube en op Facebook. Maar hij zei tegen mij, Chris, je mag komen, maar... alleen originals. Eigen nummers. Ja. Geen covers. Geen covers. Dus dan... ik heb wel eigen nummertjes. Ook al geschreven voor anderen en zo vroeger. Maar toen ben ik toch moeten beginnen grasduinen in de diepste kelders van mijn computer om te zien of ik nog iets had liggen. En toen kwam het volgende nummer naar boven. En ik dacht van, oh ja, dat is wel leuk. Waarom niet? Ik heb dan een goede vriend, Eddie C, aan een Amerikaan gevraagd of we even samen naar de tekst konden kijken. En, want
Het is een Engels nummer. Het is een Engels nummer, hè? Het is een Engelstalig nummer, maar de tekst was niet echt correct Engels allemaal. Dus, ja, als je natuurlijk geen native speaker bent. Nee, dat is niet. Dat is niet evident. Ik vind teksten schrijven in Nederlands überhaupt al een enorm grote kunst. Klopt. Laat staan dan in een taal die niet je moedertaal is. Klopt, klopt volledig. Ja. Dus ook grammatische fouten en zo. Je hebt hier iemand bij betrokken om dat te fine-tunen? Ja, absoluut. Ja. Dat is wel het beste dat je kunt doen als het niet je moedertaal is. Okay. Dus, en dan, als de tekst klaar was, dan ben ik naar die Diaroom gegaan. En heb ik dat nummer opgenomen. En we hebben dat dan gepost. En dat had toch wel veel bijval, dat nummer. Meer dan verwacht? Meer dan verwacht. Okay. En dan had ik zoiets van, nou, misschien moet ik daar iets meer mee doen. Want ik had dat nummer vroeger al bewerkt samen met Lex de Groot, mijn producer. We hadden die sessie nog liggen. En we hebben die opgepikt en we hebben die opgefrist. Ja, dus van sessie. Onder het stof gehaald. Ja. Even gepimpt. Ja, echt gepimpt naar deze tijd. En dan had ik aan Monique Harkham, een geweldige zangeres, die misschien wel zal kennen van de Voice Band, Natalia en Mo and Grass, had ik dan gevraagd of dat ze mee wou gaan naar de studio om mij te coachen. Oké. Wederom omdat ik niet Engelstalig ben en ik wil de uitspraken toch wel min of meer goed krijgen. Belangrijk als je in het Engels zingt. Ja, echt wel. Ja. En ze heeft natuurlijk dan ook ineens geweldige backing vocals gedaan. Ja. Met een leuke gospel feel. Twee vliegen in één klap. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Als ik de titel las, had ik zoiets van, wauw, wat een mooie, goede titel. Ik laat hem je zelf even verkondigen, want ik ben gewoon bang dat ik een woordje verkeerd plaats en dat ik het niet helemaal juist zeg. Dus, Heaven has sent us an angel. En dat gaat dan over jou? Nee, het is niet biografisch. Oh, okay. Het nummer gaat over een koppel dat in een ongelooflijke diepte in hun relatie zit. En ze krijgen, zonder het zelf te weten, hulp van bovenaf. Okay. Daar gaat het nummer over. Okay. En dat komt allemaal goed natuurlijk. Ja, oké. Okay. Dus, ja, dat is een en mooie daarom heaven has sent us an angel. Ja, oké. Okay. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar dat eigen genre, jouw eigen werk, Lil Chris. Ik wil je ook danken voor het fijne gesprek en jij mag nog een keer naar ons podium gaan. Oké, dank je wel. It hasn't been that easy for a while. Nothing I did could make you shed a small tear rolling down your face. All the things that we've been through, it was meant to be for me and you. We stood at the test of precious time, but now it's clear. Send us an angel.
Tijd voor een brok aan ervaring, want mijn volgende gast is er komen bijzitten en dat is Rudy Jones. Dag Rudy. Hallo Christophe. Alles goed? Ça va. Ja, fijn dat te horen en fijn dat jij even tijd maakt voor ons, voor het cultuurkanaal. Ja, voor ons is dat natuurlijk heel belangrijk. Hè. Het is een vorm van publiciteit dat we krijgen en dankzij jullie steun natuurlijk, want er gebeurt al veel te weinig in verband met de Vlaamse showbiz. Ja, zeker de laatste 2 jaar. Vooral ook op de radio's wordt er veel te weinig Vlaamse muziek gedraaid, vind ik persoonlijk. We beginnen meteen met een statement. Yes. Ja, dat mag. Dat is al langer boven gehaald, maar er is blijkbaar niemand die er naar luistert. Dus. Maar kijk, bij deze is het nog eens gedeclareerd, dus dat ze het maar horen dat er meer aandacht mag zijn voor Vlaamse muziek. Ik vind het wel persoonlijk, niet persoonlijk alleen voor mij, maar ook voor de Vlaamstalige artiesten, is het gewoon weg om te kunnen zeggen van kijk, wij investeren ook in onze carrière en wij proberen er ook zoveel mogelijk uit te halen. Ja. En op die manier is dat soms toch wel moeilijk als je geen publiciteit krijgt via radio of televisie of wat dan ook. Wij proberen alvast bij het cultuurkanaal ons steentje bij te dragen wat dat betreft. Dat is dus vooral goed meegenomen. We bieden met veel plezier onze witte sofa aan Rudy Jones. Rudy Jones die trouwens nog 2 jaar en dan sta je 50 jaar op de plank. Heb ik dan goed geteld? Klopt. Okay. Helemaal. Ik ben begonnen als kleine jongen van 9 jaar. En ik had toen de liedjes van Heintje. Ik weet niet of dat jij dat zegt Heintje me wel, eigenlijk iets, wel. Mijn grootvader die spreekt vaak over Heintje, dus ik weet wel ongeveer. Want u bent nog de jongere generatie natuurlijk. Dus. Maar ik weet wel ongeveer wie het is. Dus het jongere, op mijn 9-jarige leeftijd ben ik begonnen in 1974 met mijn eerste plaatjes op vinyl. Ik heb ze nog altijd thuis. Dat waren nog echte platen. Echte platen. Ja. En dat begint nu stilaan terug te komen. Nu is dat vintage, hè? Ja, er zijn er heel veel mensen die dat terug naar vragen ook. Maar toen bracht je dus echt muziek uit op een vinylplaat. Ja, en ik weet nog goed, de carrière was toen, in die jaren was dat heel moeilijk om te starten. Dus mijn broer, ben ik samen met mijn broer een orkestje begonnen. Mijn broer speelde accordeon en ik aan de drums. En dan, ik deed ook de zang daarbij. En wij maakten dus de plaatjes en om die best te verkopen gingen wij van café tot café en dan vroegen wij om dat plaatje op de jukebox te plaatsen. Okay. En zo zongen wij dat live mee in het café zelf en zo verkochten wij ons plaatje. Jullie brachten letterlijk de muziek aan de man. Ja, aan huis. Aan huis zelf. En dat was best een verkooppunt eigenlijk. En ook om het meeste contact te krijgen, ook om verenigingen en zo, die zeiden van oké, we geven wel eens iets, we hebben interesse in jullie orkestje en zo. En zo is het eigenlijk een beetje allemaal gestart. Ja, eigenlijk van kleins af aan en echt zelf echt handen uit de mouwen en de boer op en de muziek zelf echt gaan promoten. Ja, ik moet nu wel zeggen dat mijn ouders altijd financieel gesteund hebben ook. Hè, want in die tijd, we spreken over Belgische frank, was dat toch gauw voor 1000 plaatjes te maken. 2500 frank, dus omgerekend in euro's, maar ik bedoel maar, toen in die tijd was dat veel geld. Het kost nog altijd heel veel geld natuurlijk. Hè? Nu voor de moment, kijk, er zijn heel verschillende manieren om cd-werk uit te brengen ofzo, maar je moet mee met de tijd en wij proberen toch altijd het beste te doen. Ja. Ik zit nu momenteel al aan 21 full cd's dat ik gemaakt heb. 21 full cd's? Ja, 21 full cd's. In totaliteit is dat zoiets van een 286 liedjes. Ik wou net even tellen, dus als je bijna 50 jaar bezig bent en 21 cd's uitgebracht, dat is om de 2 jaar ongeveer. Nee, want eigenlijk is dat bij ons begonnen. Ik zal even kort samenvatten. Dus om het gemakkelijk te maken, dus mijn carrière startte in 1974. Dan heb ik zangwedstrijden meegedaan, crochetwedstrijden, was dat toen in de tijd nog. Ik heb met heel wat artiesten gewerkt van vroeger, als ik de namen noem. Zullen die voor u niet bekend zijn, maar voor de kijkers wel natuurlijk. Yvonne Verbeek heb ik, Yvonneke Verbeek, ik weet niet. Zeg niet het moedertje van de show is sowieso een kat in mijn cultuur. Staff Parmetier, Bob Benny, dat was onze generatie waar wij mee starten. En dan Vader Abraham heb ik ook. Die ken ik uiteraard wel. Ik kende wel.
En dan zijn we zo, we gaan stilaan opschuiven. Dus in 1994 heb ik deelgenomen aan de VTM Soundmix Show. Met een nummer van Art Garfunkel. En dat zal wellicht toch een springplank geweest ja, zijn. Ja, Bright Eyes heb ik toen gebracht tot in de kwartfinale. En zo heb ik een manager leren kennen. Dus, en die manager die heeft mij tot een bepaald niveau gebracht dat ik bij de middenklasse hoor, ja. Momenteel. En ik moet zeggen, wij zijn gestart vanaf 2000 met cd-werk. En ik zong vroeger altijd de klassiekers, de crooners, Tom Jones. Voornamelijk ook covers dan, neem ik aan. Covers. Ja. En die zei van, ze zijn er 1001 die had dat zingen. Je moet naar het Vlaamstalige gaan, ambiance maken. En zo zijn wij dus gestart met cd-werk in 2000. Toen pas ben je eigenlijk begonnen met echt full cd's uit te brengen. Ja, klopt. Daarvoor had ik gewoon singletjes. Maar goed, als ik dan ga tellen, van 2000 tot nu, meer 21, dan 20 full cd's, dat is elk jaar een full cd. Elk jaar een nieuwe. Hoe vul je elk jaar een full cd? Dat is een traditie, dus wij zoeken veel nummers ook in Nederland op, om die dan te kunnen coveren. En ik kom toch altijd tot een bewerking van een volledige cd. Dus wij maken altijd 12 plus een bonus. Dus 13 nummers op een cd. En het is variërend. Van ambiance nummers tot ballades, tot een beetje eigenlijk van alles. Alles wat binnen jou mogelijk ligt. Ik zeg altijd, mijn publiek ligt tussen de 15 en de 99 jaar. Ze mogen ook 100 jaar zijn, maar... Ja. Dat is een breed spectrum en dat vraagt dan natuurlijk ook een uitgebreid repertoire. En één song uit dat repertoire heb jij meegebracht. Ik ga jou gewoon meteen voor een eerste keer naar ons podium laten gaan. Oké, dat is heel vriendelijk. Dank je wel. Wat is dit lang geleden dat ik jou nog heb gezien? Of ben jij nog niets veranderd? Je wordt mooier bovendien. Heb je nog hetzelfde vriendje? Of ben jij weer vrijgezel? Ik wil alles van je weten. Kom, vertel het me nu snel. Verloren jaren, die halen wij wel in. Iedereen maakt immers fouten, maar voor ons ligt een nieuw begin. Verloren jaren, gaan zomaar niet voorbij. Dus vergeet het verleden, want jij hoort gewoon bij mij. Ik moet je wel bekennen, dat ik altijd van je hield. Ook al was je bij een ander, mijn dromen heb je nooit vernield. Wachten kan soms heel lang duren, maar ik wist, er komt een dag. Dat mijn dromen uit gaan komen, dat ik jou niet terug zag. Verloren jaren, die halen wij wel in. Iedereen maakt immers fouten, maar voor ons ligt een nieuw begin. Verloren jaren, gaan zomaar niet voorbij. Dus vergeet het verleden, want jij hoort gewoon bij mij. Verloren jaren. Die halen wij wel in. Iedereen maakt immers fouten, maar voor ons ligt een nieuw begin. Verloren jaren gaan zomaar niet voorbij. Dus vergeet het verleden, want jij hoort gewoon bij mij. Ja, vergeet het verleden, want jij hoort gewoon bij mij. Verloren jaren van
Rudy Jones, je zei het al, heel veel full cd's, heel veel covers, heel veel bekende songs. Mm-hmm. Maar dit was een eigen song. Jij brengt ook eigen werk uit. Ja, eigen werk is veel gezegd natuurlijk, want ik ben zelf geen muziekschrijver of zo, maar teksten schrijven kan ik af en toe wel eens. Maar in dit geval was de tekst gemaakt door Danny D'Amaro en de muziek was bij Walter De Loze, waar wij 21 jaar mee samenwerken al. En ik moet zeggen, kwalitatief zit dat allemaal dik in orde. En op muziekstijl, ja, iedereen heeft zijn eigen stijl natuurlijk. Absoluut. Want ik ben zo niet iemand om te kunnen zeggen van kijk, wij gaan die aan één product kleven en zeggen van daar is hij gekend voor en voor de rest niet. Bij mij is het een beetje de variatie. Ja, ik denk dat je een veelzijdig artiest bent gewoon. Op dat ja, moment. Ik heb ook zoiets de gewoonte van wij maken nooit geen programma op voorhand. Ik bekijk altijd het publiek in de zaal en ik denk van oké, dat gaat wel lukken, maar tijdens mijn optreden kan ik toch nog wel aan de technici laten weten van kijk, we gaan toch nog een beetje veranderen. Ja. Je kijkt hoe de vibe natuurlijk is en in de weten, zaal. En die weten en ongeveer al, ook aan mijn bindingteksten en zo, weten die al wat er gaat gebeuren of welk liedje dat er moet komen of zo. Dat is natuurlijk het voordeel. Als je zo'n uitgebreide set aan nummers en, ja, en zo'n uitgebreid repertoire hebt, dan kan je heel gemakkelijk inspelen op de situatie en op je publiek op dat moment. Ja, want het is ook wel zo, als je met covers werkt, zijn er heel wat artiesten die dezelfde liedjes brengen. Ja, in een line-up. En dan moet je al gaan zeggen van, kijk, ga jij dit zingen, dan zing ik iets anders. En als je dan geen uitgebreid repertoire hebt, is het wel moeilijk. Ja, maar als het publiek natuurlijk 6 keer laat de zon in je hart hoort op de dag. Dus dat is natuurlijk iets waar je moet op inspelen als artiest. Maar muziek zit al jaren bij ons in de familie ook, want ik weet niet of dat u bekend is, maar mijn nichtje is Christel van K3. Ah, kijk eens aan. Dat is ons dus, Christel Verbeke. Je hebt het niet van vreemden. Waarschijnlijk niet. Het zit in de volledige familie eigenlijk. Het zit wel echt in de genen. Vader, moeder hebben vroeger ook gezongen. Die muzikale microbe die is toch doorgegeven. Mijn vader die zong altijd voor een tv. Als hij dronken was. Ah zo. Ja, dat is, maar zingen is zingen natuurlijk. Hè. Ja. Dus, het is, er zijn mensen die in de badkamer zingen. Voilà, dus, dat is ook zingen. Het kwam alleszins van ergens. Het was niet per se een... Maar ik moet nu wel zeggen, Christel heeft het verder geschopt dan wij zelf. Maar het is voor ons ook geen springplank om te kunnen zeggen van kijk, het gebeurt vaak dat vader en zoon, hey, dat bijvoorbeeld de zoon gaat zingen en die krijgt dan de link met de vader. Mm-hmm. Dus bij mij wordt de link zo snel niet gelegd met Christel, aangezien dat ik al veel langere jaren werk bezig ben als Christel zelf. Omdat je daar net zelf even op alludeerde van een groter succes gekend, mm-hmm, je zei het al van, er is misschien wat te weinig aandacht voor Vlaamse muziek, tv en radio, we krijgen niet altijd evenveel kansen, ja, maar je hebt wel altijd jouw werk gehad. Dat klopt. Dus ik ben wekelijks, sta ik her en der op de podia. En ik heb al heel veel mooie momenten mogen meemaken. Als je al zoveel jaren bezig bent, ja, dan zijn er altijd van die momenten. Bijvoorbeeld, ik heb in 2012 het clublied mogen maken voor Club Brugge. Ik heb dat dan in het stadion kunnen doen voor 20.000 man. Dat moet wel een kick geweest zijn. Dat is een soort van sportpaleis. Ja, dat zal wel. Ja. Dat je dan voor je zit en dat geeft wel echt adrenaline. Ja. Dat het ongelooflijk is. Hè, dus. Ik zou Rudy Jones kunnen omschrijven als iemand die niet per se een grote BV is, nee, maar wel iemand die van zijn passie toch zijn beroep gemaakt heeft. Nee, het is eigenlijk meer bijberoep geworden, want ik ben altijd blijven werken in combinatie. Oké, je hebt altijd iets naast het podium blijven doen. Ja, sowieso. Ook na mijn pensioen later, dat ik een hoger pensioen kan krijgen en zo. Ja, wow, je hebt altijd nagedacht over het zekere voor het onzekere. Ja, ja, dat en is ook, niet onverstandig. Ja, natuurlijk, nu met de coronatijden en zo. Het is een, ik heb altijd nog een zekerheid om een bijpassing te kunnen krijgen. Ja. En zo heb ik dat persoonlijk ook overleefd. Maar de mensen die professioneel werken, die moeten aan hun spaarpotje zitten. En een spaarpotje, als je eens aan de raam begint te zitten, raakt dat wel leeg. Geld geraakt wel op een gegeven moment op. Dat is niet zo moeilijk natuurlijk. En op die manier heb ik altijd een zekerheid gehad om toch wel een uitkering te kunnen krijgen. Dat is niet onverstandig, denk ik dan. Ja, ja, Rudy, nog één vraagje. Mm-hmm. We hadden het er net al over off the record. Nu gaan we het even on the record houden. Hoe lang zou jij nog willen zingen? Wel, ik ben nu 48 jaar bezig. Dus binnen 2 jaar jubileum. 50 jaar sowieso.
Maar ik ga ook niet blijven zingen tot de mensen mij beu zijn, bij wijze van spreken. Je wilt graag op een hoogtepunt... Ja, ik had en... zo gedacht toch wel tot mijn 70 jaar te kunnen blijven zingen. Ik heb nog een paar cruises in het vooruitzicht. Want 2025 mag ik op pensioen gaan. En ik zou 2026 een cruise van 8 weken mogen doen. Dat nu al gevraagd geweest is. En daar mag jij dan de mensen entertainen met heel wat leuke muziek. De eenzame Nicole en Hugo. Ja. Op die manier. Okay. Dus. Maar wel leuk op die manier, denk ik dan. Het is voor mij vooral een voldoening om de mensen te kunnen animeren. En het is ook naar ons toe is het de betrachting. Wij staan op het podium en de mensen verwachten veel van u. Op die moment dat je op het podium staat. En als je dan niets van bakt, dan blijft je carrière ook niet duren. Nee. Dus ik moet zeggen, tussen haakjes, ik kan mij gerust als minder bekende artiest, gerust bij de bekende plaatsen, kwalitatief. Okay. Daar ben ik wel fier over. En alle optredens worden ook live gebracht. Ja. Dus ik haat mensen die playbacken of wat dan ook. Dat gaan we hier ook niet doen, want jij mag hier bij het Cultuurkanaal ook laten zien wat jij in huis hebt, al die kwaliteiten. Ik wil je ook danken voor het fijne gesprek. En jij mag opnieuw naar ons podium gaan. Oké, dank je wel. Veel succes. Was het maar een spel? Het ging toch zo snel. Leefde dag na dag. En toen kwam jij vanuit het niets naar mij. Juist op tijd ben je hier, scheen de zon haar stralen opnieuw. Jij bent alles wat ik wil. Jij bent al waar ik voor leef. Steeds bij je zijn als je het nodig hebt. Alleen jij bent alles voor mij. Iedere nacht leg ik me dicht naast jou, fluister ik hard van jou. Zou het dat nu zijn? Oh ja, hou van mij. En dat alleen kan jij. Juist op tijd ben je hier, scheen de zon haar stralen opnieuw. Wat ik wil. Jij bent al waar ik voor leven wil. En neem me mee. Ik zal steeds bij je zijn als je het nodig hebt. Alleen. Even
surfen op het net kwamen we bij dmxrent.be terecht. Vanaf de eerste klik was het duidelijk, hier moeten we zijn. We kozen voor 8 leder, omdat we wilden gaan voor duurzaamheid. Ze zien dat ze ook bij Meubies die meubels verdeelden en het was eigenlijk wel voor ons een stuk voordeliger. Meubies is ongelooflijk gevarieerd en een ongelooflijk groot aanbod waar je eigenlijk altijd wanneer je iets zoekt, alles zal terugvinden. De levering en dergelijke was zeer vlot gegaan. We zouden Meubies zeker direct weer aanbevelen bij vrienden, familie, zonder probleem.